Het is de nieuwe Jupiler Pro League hymne. Holtzhauser in één tijd mooi meegedraaid door Tissot Dali. En die schiet hem naast. Eerste kans na 3 minuten. Dan naar Willem II en AZ getrokken. Sanusi enkel naar Willem II getrokken. Volgens het van op de rechterzijde. En een kopbal van Vorogowski. Holtzhauser is dan niet de man die naar voren gaat spurten. Loopactie van Tissot Dali. Goed getimed. Tissot Dali in de 16 en die gaat scoren. Tariq Tissot Dali brengt net voorbij het half uur Beerschot op voorsprong. Maar de vlag de lucht in. Wel lang genoeg gewacht om te fluiten. Scheidsrechter Bert Put. Dus de Nederlandse spits. Moeilijk te zeggen. Dit beeld doet me toch zwaar twijfelen. Buitenspel. En kan Bans het spel hervatten. De lijn wordt getrokken. As we speak. Vorig seizoen Tissot Dali in 1B maar 3 keer gescoord in de reguliere competitie. Ja, de vreugde op de bank en op het veld bij die van Beerschot. Kijk maar naar deze snel genomen vrije trap. Tissot Dali kappen en schieten dan maar. En hij scoort hem niet, dat is tegen de lat. En dan in de rebound is het Tom die te verrast is om binnen te koppen. En dan Pritchenko. Kurkdroog in de winkelhaak getrapt natuurlijk. Maar dit is slim van Holtzhauser. Die vrije trap heel snel nemen. Goed gekapt door Tissot Dali. Maar die maakt geen tweede doelpunt. Omdat de doelhout in de weg staat. En eigenlijk kan je Joren Dom. Pure tijd van deze eerste helft. Met Pritchenko. En de save van Bansen. Val gezet. Twee mansmuurtje gewonnen voorbij. En dan is het een beetje. Sek nu even op de grond. Weer voordeel gegeven door Put. Bruno voorzet uitstand en daar de goal. De goal in de tweede zone van Berahino. 1-1. Een boze van Hamel. Hij kan die bal niet meer voor zijn doellijn weghalen. De eerste van het seizoen voor Sadio Berahino. De voorzet van op de rechterkant misschien wel bedoeld voor Vossen. Te hoog. En dan is Berahino daar aan de tweede paal en duwt hij een binnenkant links. Tegen Van Hamel aan, maar die glijdt met bal en al. Een vrije trap met Holtzhauser achter de bal. 67 minuten ver, 1 tegen 1. Hier komt Holtzhauser. Wow! Zijn fabelachtige traptechniek nog maar eens bewezen. Aan de grond genageld Eikenbansen en 2 tegen 1 voor Beerschot. Langs de muur in de korte hoek steken. Bansen stond erbij. En kijk ernaar. Het is de Beer die opnieuw op voorsprong komt. De Bok naar de binnenkant toe. Tissot Dali kreeg hem dus cadeau. Pissi en de ingreep van Sissako is op de bal. Wel riskant in de 16, maar hij lijkt me huisjesmelker te worden. Een schot, zwak schot van Marius Nubissi. De technische staf alles uit de kast gehaald om hem speelklaar te krijgen. Scharfi, dat is een gevaarlijke voorzet. Blessing, mooie voorzet. Achterlos, zijn nieuwe spitsbroeder. Blessing Leke. Te laconiek nu, te nonchalant van Berahino, Nubissi legt hem klaar voor Holtzhauser. Holtzhauser de sleep en dan punteren. Een zaalvoetbalgoal van Rafa Holtzhauser. 3-1 voor Beerschot. Zultewaardigem gaat hier niet meer van terug kunnen keren. En de absolute uitblinker is toch Rafa Holtzhauser. Ja, was toch ook wel van mooie makelij. Maar het voorbereidende werk was van Nubissi. Moest hij dan wel nog zelf een deel van het werk voor zijn rekening nemen hoor, Holtzhauser. Nubissi legt klaar. En dan wordt die Holtzhauser 3 man aan de praat. Zet hij Berahino en de Bok in 1 beweging in de wind. Holtzhauser die eist de bal op. Geeft hem dan toch nog mee voor Rogowski. Krijgt hem niet langs Bansen, maar weer een kans voor Beerschot. Dus volgende week zondag binnen 7 dagen. In het Jan Breydel Club Brugge tegen Beerschot. Scheidsrechter Put heeft er een einde aan gemaakt. Beerschot pakt 6 op 6. De promovendus wint met 3-1 van Zultewaregem.